Mensen, ik hoop dat jullie de video leuk vonden van gisteren. Ik hoop dat jullie hebben gelachen. Ik heb gehuild in ieder geval. Mensen, wat was het leuk om met Emily op te nemen. En ze hebben me al een DM gestuurd van... Ik vond het zo leuk, laten we het nog een keer doen. Maar dat is even aan jullie. Jullie kunnen abonneren als je niet gedaan hebt. Duimpje boven deze video zou ik erg waarderen. Ik heb afgelopen... Ik ga wat gouden topspelers pakketten. Ik weet ook niet meer wat ik doe. Maar ik ga gewoon wat openen. In ieder geval, ik heb samen met Emily... Heb ik een leuke video opgenomen. Maar ik heb dus ook afgelopen weekend heb ik... Wat heb ik gedaan? Ik weet nog niet eens meer wat ik gedaan heb. Ik heb Elite 1 gehaald. En ik heb nog een extra pakketje over. Team of the Week is lekker. Meestal is het niet benoemenswaardig. Pogba zit erin. Volgens mij zit Son erin. Er zitten dus aardig wat spelers in. Balkoutje, altijd lekker. Maar er zitten dus aardig... Oh, ik weet niet of dit een Champions League is die we zoeken. Ik denk het niet uiteindelijk. Braziliaan, CV Marquinhos. Nee, het is... Thiago, nee, wie is nou? Fernandinho. Maar in ieder geval. We hebben dus een goede score gehaald. En dan moeten we even vieren. Dat we een goede score hebben gehaald. We moeten het vieren en we moeten onze packs gaan openen. Want we hadden dus een goed team. We hebben 300.000 munten. En er komt dus wel wat bij met onze weekly rewards. Dan gaan we uiteindelijk kijken wat we kunnen halen. Want vorige weekend ging dus goed. We hebben de 30ste pot hebben dus verloren. Wonnen we die. Uiteindelijk top 200. Hebben we uiteindelijk niet gedaan, lieve mensen. Morgen ga ik naar Klaus. En weet je, we moeten gewoon even kijken of we weer het best kunnen doen. Het is vandaag vrijdag. Het is al iets te laat. Ik heb al een pilsje gedronken. Daarom zit ik nu aan de cola. Dan zit ik gewoon even lekker aan de Coca-Cola. Maar vandaar. Dan weet je dat tenminste. Ik heb veel van die pakketten geopend. Maar conclusie, het is allemaal... Dus na dit pakketje, als het weer geen ruk is. Of is het een walkout? Nee, het is wel een bordenspeler. Interesseert me niet zo. Dus gaan we gewoon even lekker verder. Oké, wat hebben we allemaal? Wat heeft Basie? Gabriel, Jesus. Fantastisch. Lekker. Doe maar. Oké, gaan we beginnen met onze Division Rivals. Hebben we dat gespeeld? Ik heb geen idee. Hebben we uiteindelijk Division Rivals gespeeld? Nou, we zullen er weer achter komen. Hebben we het uiteindelijk gespeeld? Ik denk het niet, hè. Basie heeft weer niet gespeeld. Nee. Dat is wel een beetje vies. Oké, Fut Champions. Uiteindelijk is wel gespeeld. 28-2. Was het lekker? Nee. Was het leuk? Ook niet. Hebben we genoten? Ook niet. Was het het waard? Komen we nu achter. Deze man, die Lopez, die gaan we nog wel 2 keer packen. Dus onthoud dit gezicht goed, want die gaan we nog 3 keer packen deze video. Dat jullie even beseffen van de pijn en ellende die dit ons gaan lopen te wezen aandoen. Oké, wat hebben we nog meer? Ah, dit is wel iemand die ik altijd had willen hebben. Elabi. Dat is wel een mooie. Mooie Marokkaanse spits van Olympiakos, laatste. Gaan we even kijken of dat is. Oh, weer niet. Ah. Weer Lopez. Ik zei het. Die gaan we vaker krijgen. Ja, een pareltje. Lopez. Een must-have item, Lopez. We hebben nog een aantal packs. Misschien kunnen we op een leuk bedrag komen dat we uiteindelijk onze spelers nog kunnen verbeteren. Dus te lopen te wezen. Bij 30.000 likes verkoop ik helemaal 10. Oké, nou gaan we even proberen. We moeten ons eerst kwalificeren voor de Weekend League. Willen we dat? Nee. Hebben we er zin in? Ook niet. Heb ik al de PS5? Uiteraard ook niet. Ja, het is... En mensen, ik wil geen comments meer horen over mijn steenkolen Engels. Ik heb het geprobeerd. Ik deed mijn best. En Basie kan niet zoveel. En Basie is beperkt in alles wat hij doet. Hou dat ook in je achterkophoofd. Even kijken. We hebben wel leuke pakketjes. Oh, we beginnen met een goudspelers premium pakket. Oh mijn god, het is zo... We beginnen met een walkout. Het is ongelooflijk. Het is goud. Het is Engels. De spits is Marcus Rashford. Het is Tottenham Harry Kane. Dat is jammer. Dat is 89. Dat kan echt goede spelers zijn. Maar als het dan... Oh, 88. Maar als je dan Harry Kane hebt, dan is het eigenlijk helemaal kut. Jammer. Untradable. Oh, dan maakt het in principe ook niet zoveel uit. Want untradable hebben we toch niet zoveel aan. Want die moeten we toch gewoon... Ik open per ongeluk het 100k. Want hij glitchte. Jullie zagen het. Hij glitchte. Ik deed wel opzij, maar hij deed het eigenlijk niet. Terwijl hij toen weer deed. En toen deed hij het weer niet. Ik kon er niks tegen beginnen. Braziliaans CV. Marquinhos. Lekker. En inform. Ik weet niet wie het is. Ik weet niet wat hij doet. Ik weet niet wanneer die is. Hoe laat het is. Bij wie die is. Oh, we hebben de 83 squad. Hebben we toch even mee kunnen nemen. Dat is wel even lekker. Even kijken wat hebben we dubbel. Oh, Stils, ook 83. Terug, hoop, naar boven. Ja, goed zo. Hoppakee. Lekker, chillen. Hoppakee. En ja, we hebben nog een paar zeldzame megapakketten en een paar megapakketten. Maar het advies is weer duidelijk. Ik ga waarschijnlijk op de vrijdag vanavond ga ik dus wat potjes spelen. Weer hebben we wel borden spelen, maar voor de rest niet zo bijzonder. Spaans gaan we uiteraard doorspoelen. Maar we gaan dus met hetzelfde team. Misschien wat aanpassingen daar, maar weer een tradable allemaal. Krijg toch de pestgriep. Godverdomme is van dat bloedgriep ding. Ik ben ervan overtuigd te lopen, te wezen, dat we uiteindelijk weer een keertje een goede score kunnen halen. Te lopen, te wezen, te gaan. Ik moet niet Spaans, Italiaans. Oh, een elect, CV, weer de Bordeaux spelen, Chelsea, wie is dit? Thiago Silva, is niet best, is nog steeds niet best. Worden we een beetje depressief van, uiteraard. Maar we moeten niet met de pijlen pakken neer gaan zitten. We hebben nog 3 leuke pakketten. Eentje gaan we sowieso uit deze 3. Eentje is sowieso Lopez, maar het zou wat zijn als we Pogba.
Pogba of Son. En de andere informs weet ik niet, want het heeft geen zin om mezelf te informeren over de spelers die we eventueel kunnen pakken. Wie is dit Piacek inform? Fruit op Piacek. Ik weet niet of die Piacek check. Collar. Oh, twee informs. Jullie is wel een gelukje, joh. Bizar, joh. Dit is wat we hebben. We hebben een goed team of the week. We moeten alles gewoon openen. Eerst een hond, kaartpakketje. En dan al die premium team of the week. Alles achter elkaar. Het is een walkout. Het is een Champions League kaart. Het is niet een team of the group stage van de week. Van de group stage in de week. Het is Sergio Ramos. Barcelona, Gerard Piqué. En dat is weer de kutte van de twee. Is de walkout? We hebben nu 500k. Hoeveel kunnen we halen uit deze drie pakketjes? Kunnen we een keertje packluck krijgen? We weten het niet. In ieder geval, als we een inform krijgen, Portugese vlag. Let op. Oké, nou, dus de eerste die spoelen we gelijk door. Geen Portugese vlag. Oh, dat is jammer. Oké. Maar we weten wel weer waar we het voor doen, die 28-2. Is wel weer lekker. Is goed voor het zelfvertrouwen. Is positief. Ah, precies dezelfde pack. Oké. Nou, hopen dat we dat de derde keer ook krijgen. Want IE en ik zijn echt dit. We doen nog een keer een premium team op de weekpakket doen. Misschien krijgen we nu gewoon weer geen... Ah, dat is lekker. Oké, maar we doen nu wel even Braziliaanse vlag. Braziliaanse vlag en die Tsjech alsjeblieft. Oh, nee, dat is nog beter. Oké. Mooi. Weten we weer waar we het voor gedaan hebben deze keer. Oké, mensen. Ik heb hartstikke veel munten. En je wil er uiteindelijk wat mee. Maar ik weet niet wat ik ermee moet. Dus ik ga gewoon een paar potjes weekly spelen. Met het team dat we op dit moment hebben. Ik weet niet wat ik er nog meer zelf over moet zeggen. We moeten gewoon even janken door die potjes heen. Wat kan ik er nog meer over zeggen, jongens? Nee, ja, geen idee. Echt oprecht, geen idee. Ik heb 500k. Ik weet niet waar ik het moet uitgeven. Ik wil nog een eikenpack doen, maar was ik er weer te laat mee. Ik weet het allemaal niet meer, lieve mensen. Emily heeft mij helemaal flabbergasted te wezen, te lopen. We proberen gewoon een goede score te halen. En dan kijken we wel waar het schip strandt. Ja, wat moeten we dan? Klik nou gewoon op ja. Onze vriendelijke tegenstander. Het is het eerste potje. We gaan nou niet gelijk. Kom. En onze eerste tegenstander. Wie? Oh, wat vet. Wat vet, joh. Oké. Germania 4. Oh, wat vet. Oké, we gaan proberen zo snel mogelijk door deze tegenstanders heen te lopen, te wezen te gaan. En dan kijken we uiteindelijk waar het schip staat. Ho, moet ik niet... Ja, precies. Okay. Gaan we mijn camera iets naar rechts doen, want ik ga waarschijnlijk weer even inzitten. Als ik me weer moet focussen en zo, jullie kennen het allemaal wel. Oké, kom op, dan gaat het, hè. Goed, Rashford, left foot. Dit was echt een zware overtuiging. Ik ben zo slecht. Kom op! Ik weet het, Courtois. Jij? Naar mij. Hoppakee, links. Tuurlijk, met je beentjes, lekker. Ik ben zo slecht. Oh my god. Ik ben zo ontzettend slecht. Het is echt... Het is gewoon niet leuk. Ik ben niet zo goed in het spel. Aannemen. Janken. Oké, goede blok. Automatische blok uiteraard. Steek zijn benen uit, je weet het. Die moet ik dan timen. Denk ik wel. Alsjeblieft zeg. Hier heb ik dus gewoon de tweede helft tegen gespeeld. Fuck ja, niet meer stoppen. Het is quite an amazing finisher, he is. Wat is dit voor perso? We gaan nog één potje spelen. Eén potje spelen waar het wel redelijk normaal is. Want dit gaat echt helemaal nergens. Moet je kijken wat de keeper aan het doen is. Waar gaat dit werkelijk nog over, mensen? Johnny! Here's Johnny. Mensen, we gaan nog één potje weekelijk spelen. En dan ben ik er oprecht klaar mee. Dan ga ik voor vanavond gewoon zuipen. En dan vannacht ga ik doorspelen. Hopen dat ik geen fout maak. En daar staan we alweer achter. Oh, hier jongens, daar gaan we. En daar moet ik dan leren buiten spel van te doen. Want dat doe ik dan niet. Oh ja, precies zo. Mensen, we gaan nog een leuk laatste potje tegemoet. De weekend league. Ik sta 1-0. En rumor has it dat wij gewoon op dit moment dit potje gewoon keihard gaan verliezen. Oprecht dat wij dit potje gewoon keihard, maar dan ook echt keihard gaan verliezen. Bronny. Goed. Fout van de keeper. Gelukje voor ons. Nog net voor de rust. Hier, daar gaat hij. Het is ongelooflijk hoeveel moeite wij hebben met zo'n relatief slechte tegenstander. Mensen, ik ga niet meer spelen.
Mensen, laat even weten in de comments hoeveel jullie denken dat we gaan dit weekend. Ik denk oprecht dat we blij mogen zijn met een klassering. Waarom zou ik überhaupt nog een goaltje willen maken? Pleur toch op, bal over de zijlijn, we zijn klaar. Mensen, bedankt voor het kijken. Dan heb je wel deze video zeker waarderen. Je kan abonneren als je het niet gedaan hebt. Binnenkort meer video's en je gaat zien hoe mijn weekend leakage verlopen. Heb je ideeën? Laat het dan ook even weten in de comments, los van FIFA. Maar we gaan door en we maken het af. Mensen, bedankt. Fijne avond. Ciao. Geniet van je weekend.